Goedemorgen en welkom bij een nieuwe ATV COVID-19 update. U weet het intussen al, in dit programma brengen wij u informatie, we geven u adviezen, maar we brengen u vooral de updates in verband met deze COVID-19 pandemie, die niet alleen de wereld, maar ook Suriname in haar greep houdt. De teller is momenteel op 11 COVID-19 geteste personen, waarvan 9 genezen zijn. En 1 persoon helaas is overleden. De teller die een hele tijd op 10 stond, is naar 11 gegaan, omdat een illegale Braziliaan positief getest is. En hij wordt dus genoemd case 11. Er zijn momenteel 796 personen in quarantaine. En gisteravond hebben we met z'n allen president Desiree Bouterse gevolgd, die enkele zaken heeft meegedeeld. Zo heeft het staatshoofd aangegeven dat op 24 en 25 mei de tijdelijke partiële lockdown wordt opgeschort. Dus de avondlockdown vanaf middernacht, van zondag op maandag tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden. Op dinsdag 26 mei om 11 uur gaat de partiële lockdown weer in. Dus de mensen die denken, party, we zijn vrij, zondag 24 en maandag 25 mei, de verkiezingsdag, dan zal die partiële lockdown niet meer gelden voor die 2 dagen. Maar dinsdag zijn we weer allen 11 uur thuis. En dat is voor dus uw eigen veiligheid. Het luchtruim voor binnenlandse verkeer wordt per vrijdag opengesteld. En de grenzen die blijven gesloten. Oversteken van of naar de buurlanden is dus niet toegestaan. En als u merkt dat iemand dat toch doet, moet u het meteen aangeven bij de verantwoordelijke autoriteit, het COVID-19 management team of bij NCR. Zoals elke dag hebben we ook vandaag een gast. En dat is niemand anders dan mevrouw Angela Salmo, directeur sociale zaken. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen, Carla. Goed zo. Dus met u kunnen we over alles wat sociale zaken daarop betrekking heeft, kunnen we aan u stellen. Oké, want yes. Er zijn veel vragen, toch? Oké. U weet het, de mensen is zitten sociale vol. Sociale zaken dus. Ja, toch. Sociaal. Yes. Maar laten we bij u beginnen. Oké. Hoe gaat u om met deze pandemie? Oké, in het begin was het even wennen, omdat het virus, je ziet het niet. Dus dan denk je van, ik zie het niet, maar dan waarmee moet ik dan rekening houden? Mm-hmm. En natuurlijk, als jij het niet begrijpt of niet ziet, hoe ga je dan een ander overbrengen? Dus je begint zelf te gaan lezen. Dus ik ben veel meer intensiever gaan lezen over wat er al in China heeft plaatsgevonden. Zodat ik ook beter geïnformeerd ben. En dan begon ik zoetjes aan de mensen in mijn eigen omgeving aware te maken van, kijk mensen, this is no joke. Je ziet het niet en is eigenlijk gevaarlijker dan wat je ziet. Ja. Oké. Maar was het moeilijk om meteen aan te passen, meer reinigen? Of was dat al een gewoonte eigenlijk, van... Eigenlijk, op de lagere school hebben we geleerd dat je handen regelmatig moet wassen, toch? Maar we zijn dat niet meer zo gewend. Mm-hmm. Maar voor mij was het echt sowieso, want ik vind het altijd vies, toch? Ja. Dus dan was ik regelmatig mijn handen. Maar dat je ook je omgeving regelmatig moet ontsmetten, alles in de gaten houden. Dat was wel even wennen. Ook voor mijn collega's met wie ik direct werk, was het ook even wennen. Sinds wanneer ga je nou een deurhendel gaan schoonmaken? Dat je checkt waar je wasbak is, dat het schoon is. De tafel, als je al hebt vergaderd. Ja. Mocht je vergaderd hebben, dat je het weer even moet schoonmaken. Even de ramen of deuren openmaken, zodat mm-hmm. die ventilatie doorloopt. Dus het is even wennen, maar nu is het heel normaal geworden. We zijn langer al 2 maanden bezig, dus ja. Maar dan nog moet je mensen aware maken. Ja. Dat merk ik wel als ik naar plekken ga, dat je toch wel even mensen erop moet wijzen van, watch out. Ja, Men noemt het nu al de nieuwe normaal. De nieuwe normaal, kijk. Maar omdat Suriname, vind ik, groot is, kunnen we heel makkelijk gaan aanpassen. Mm. Maar het is ons gedrag dat maar, dat we zeggen, jippie. Zoals gisteravond, ik weet dat heel veel mensen in de lucht hebben gesprongen en denken, oh ja, de tijdelijke partiële lockdown is opgegeven. Maar mensen, let erop dat je sociale afstand blijft bewaken. En zeg het gewoon aan de mensen, je veiligheid komt eerst. Yes. Je ziet het niet, hij gaat je niet aangeven, ik ben hier in de buurt en ik ga je pakken. Dus let erop, jouw veiligheid, handen wassen en probeer zo min mogelijk aan je gezicht te zitten. Ja, maar waarom noemt men het sociale veiligheid?
ja, sociale veiligheid en sociale afstand is omdat wij in Suriname zo huggy-huggy zijn, bossy brassa en even kroelen met elkaar. Nu op afstand. Ja, ja. Het is voor ons veiligheid, laten we dat in acht nemen. Laten de wetenschappers hun werk doen. En voordat je denkt, zijn die 2 jaar of 1 jaar, you don't know, voorbij. Maar we weten dat we er nog zijn en dat we nog met elkaar kunnen doorgaan in dit leven. Dan dat ik moet denken van, oh, waar zijn de anderen? Precies. Zoals we dat zien in het buitenland, massagraven en zo. Dat elk één is te veel. Dus zelf die meneer die is heen gegaan, is te veel. Ja. Dus we moeten letten op elkaar. Okay. Heeft u uw werksituatie moeten aanpassen? Ja, ik heb sowieso niet meer 100% aan medewerkers bij mij daar op de afdeling. We zijn overgegaan tot 50. Ploegen werken we natuurlijk ook. En dat stukje reinigen, contact met mensen die komen. We hadden aan het begin heel streng dat we ook geen mensen naar binnen lieten. Okay. Naar binnen. Maar wel binnen waar het loket is. Je ontvangt wel de dingen, je ontsmet het. Je geeft ook de informatie, let u erop dat u ook zorgt voor uw veiligheid. En nu is het een gewoonte geworden. Okay. Leuk. Ja. Maar door deze situatie hebben veel personen hun baan verloren. Ja. Hoe vangt het ministerie dit op? Oké, het ministerie en zeker de regering heeft erover nagedacht van hoe kunnen we de mensen die naar aanleiding van COVID-19 maatregelen een verminderd inkomen hebben of hun inkomen verloren hebben. Mm-hmm. En we hebben het een beetje opgesplit. Het ministerie van Sociale Zaken is belast met dat stukje algemene kinderbijslag, AOV, financiële bijstand, mensen met een beperking en financiële bijstand, sociaal zwakke huishoudens. En het bieden van psychosociale hulpverlening. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk weer een ander poot, dat is voor dat stukje arbeid. Ja. Dan is het ministerie van Arbeid en Financiën die dan gaan checken van wat heeft ertoe geleid dat je verminderd verdient of niet hebt gewerkt. En belangrijk is dat je met zoveel als mogelijk bewijsmateriaal naar vooralsnog aan de Grondgreepsraad gaat. Ik denk dat dat vandaag de laatste dag wordt, maar gewoon de berichtgevingen volgen. Dat je daar gaat, wanneer een intake wordt afgenomen, dat je gelijk kunt aantonen. Bijvoorbeeld, kijk, zoveel los ik af voor mijn huur, zoveel voor mijn studie, zoveel betaal ik voor weet ik veel. Alle andere dingen waarmee je bezig bent, kom met je bewijsmateriaal. Mm-hmm. Als je zegt van je hebt ontslag gehad, kom met je ontslagbriefje. Want zo niet moet je wel aangeven waar je hebt gewerkt, zodat wij dan contact kunnen opnemen met een bepaalde instantie of met het bedrijf. Zodat we dat ook kunnen controleren als mevrouw Sandra daar daadwerkelijk heeft gewerkt. Dus het is niet zo dat ik kom, ik zeg ik ben met ontslag gestuurd of het bedrijf is dicht, dat ik meteen uren dat dus geld Dus dat is echt een illusie dat men denkt, oké, ik ga naar de Grondgreepsraad, ik registreer me en ik krijg gelijk mijn geld. Nee, er is ook een stukje screening. Maar niet omdat je daar komt dan, dat je alles al krijgt. Nee, dus dat gevoel proberen we ook weg te werken en er steeds erop te stressen dat je met je bewijsmateriaal moet komen. Maar hoe lang duurt die screening? De screening hangt er vanaf. Als je met alles komt, kunnen we dezelfde dag al aangeven. Zo niet wordt er gevraagd om additionele informatie te brengen. Dus maximaal 3-4 dagen moet dat rond zijn. Wordt er een afspraak gemaakt dat je kunt gaan ontvangen. Okay. Zoals ik al aangaf bij de persconferentie van afgelopen woensdag, hebben we een aanvang gemaakt. Een heleboel crashtanten zijn al betaald, crafters zijn al betaald, entertainers zijn al betaald. En vandaag weer een groep van bijna 200 mensen die uitbetaald zullen worden. Okay. Maar pratende over de Grondgreepsstraat. Ja. We hebben gemerkt dat er een lange rijen, grote massa van mensen. Hoe worden daar die COVID-19 maatregelen in acht genomen? Oké, het begint eerst bij de mensen zelf. Zij nemen dat absoluut ook niet in acht. En voor ons wordt het natuurlijk ook moeilijk om dat te controleren. Dus we wijzen wel erop dat we nummers geven tot 300 en de rest van de mensen vragen de volgende dag weer aan te melden. Maar ik begrijp het dat mensen zeggen van ja, maar ik ben eenmaal daar, kijk als er een boren is. Dit kent geen boren. COVID is iets heel serieus, het is een noodfonds en we willen geen crisis hebben dat zoveel mensen daar besmet raken. Mm-hmm. Dus we vragen wel aan de mensen om daarmee rekening te houden. Mm-hmm. En ik merk dat dat niet zo 1, 2, 3 gaat. Dus sociale zaken, arbeid en financiën zijn, en samen in samenspraak met natuurlijk het managementteam, zijn we bezig te kijken naar een andere locatie, zodat wanneer we dinsdag weer doorgaan met de registratie,
we liefst een andere plek hebben om de mensen. Oh. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om verder te gaan decentraliseren. Mm-hmm. Daarvoor hebben we onze wijkkantoren in de diverse districten. Ja. Dus al die modaliteiten worden de komende periode uitgewerkt, waarna we het zullen aangeven aan de gemeenschap. Dus die locatie is nog niet gevonden? Er is al een locatie, maar we gaan kijken hoe we dat allemaal kunnen uitbreiden en gaan we gelijk landelijk. Ja. Dus, want sommige mensen denken, nee, ik blijf daar, want dadelijk stopt men met de registratie. De registratie gaat gewoon door. Dus men hoeft niet bang te zijn dat we op een dag gaan zeggen, nee, stop, geen registraties meer. Okay. Dat is een continuous proces. Natuurlijk, wat de minister van Financiën ook heeft aangegeven, zolang COVID er is. Dus houdt het volgende maand op in juni, houdt alles natuurlijk weer op. Okay. Dus op de maatregelen, de extra voorzieningen natuurlijk ook. Want we hebben verhoogde AKB van 1000 SRD per huishouden. Van de maand krijgen de mensen, de seniorenburgers, de opa's en oma's van onder ons, 2x525 per persoon. Sociaal zwakke huishouden is van gemiddeld 37, 50, 38 SRD. Gaat het nu naar 250 SRD. Mm-hmm. Dus, en natuurlijk ook mensen met een beperking van 325 per persoon per maand. Is het nu naar 1000 SRD. Okay. Zolang COVID er is. Natuurlijk bestaat de behoefte van, kijk mensen, het is eigenlijk een mooi bedrag. We kunnen nu beter uitkomen. Natuurlijk nemen we die geluiden ook mee. Ja. En we gaan het natuurlijk ook meenemen in onze evaluatie. En natuurlijk gaat het ministerie van Financiën een eind besluit moeten nemen. Want hoe gek het ook klinkt, sommige mensen zeggen dat beter COVID dan. Ja, dat hebben we veel al gehoord. Ja, maar we leren wel heel veel hoor, Carla. Mm-hmm. Als ik dat eerlijk mag zeggen, we leren ook heel veel. We leren ook veel meer schrijven. Yeah. Ik heb ook gemerkt dat we naar elkaar toe zijn gegroeid en echt hebben tot het besef zijn gekomen van we gaan dit gezamenlijk moeten aanvechten. Ja. En we gaan het moeten overwinnen. Ja. Maar de seniorenburgers zeggen, wat heeft sociale zaken ons blij gemaakt met een dode mus? Want we hebben niks extra gezien. Ja, dus wat er is, je hebt altijd regulier. Mm-hmm. Regulier en extra. Ja. Wat wij alvast hebben gedaan is regulier omdat dat al verwerkt is geworden. En nu wordt geprocessed dat extra omdat we natuurlijk zijn belastingcentjes. Mm-hmm. En alles moet verantwoord worden. Ja. Dus dat gedeelte is regulier. Dat is dan afgehandeld. Nu zijn we bezig met extra. En dan is het ministerie van Financiën aan zet. Het wordt overgemaakt. En de opa's en oma's onder ons kregen natuurlijk hun centjes. Wanneer? Vandaag? We hopen voor vandaag. Oh, okay. Bijna groen licht gehad. Maar we hopen vandaag dat het helemaal final is. Ja toch, want dat is het doel van dit programma. Ja. Toch? We moeten de mensen updaten. Ja, geven. Ja. Dus seniorenburgers, gaat u vandaag kijken? Ja, gaat u vandaag later kijken. Maar er is ook nog een beetje onduidelijkheid over kinderbijslag. U had aangegeven, er is een verschil tussen AKB. Algemene kinderbijslag en KB, dat is kinderbijslag. Wat is het verschil? Oké, als ik ambtenaar ben, ik heb een kind, dan ga ik me registreren bij personeelszaken. Ik heb daar een formulier. Mm-hmm. En daar mag ik bijvoorbeeld aangeven, ik wil het maandelijks ontvangen, 3 maandelijks ontvangen, halfjaarlijks of een jaar. Okay. Die mensen blijven 50 SRD krijgen per kind met een maximum van 4 kinderen. Wat wij als ambtenaren wel hebben gehad, is een verhoogde heffingskorting. In steden van 125 SRD hebben we reeds gezien op ons loonstrookje en we hebben ook al ondertussen ontvangen 750 SRD. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk een groep dat is geregistreerd bij het AUSC-fonds en dat is algemene kinderbijslag. Voornamelijk mensen die vanuit hun werk geen KB krijgen of mensen die niet werken. Er zijn 2 doelgroepen daar en ze komen dan in aanmerking voor deze maand, voor de maand mei, dat is al vast, die 1000 SRD per huishouden. Dus als u 1 kind heeft of 8 kinderen hebt, het blijft 1000 SRD. Oh, oké, want ik zag dus, wij hebben het ook zo gebracht, ambtenaren geen extra kinderbijslag. Klopt, ja. Okay. Het was een beetje hard voor de mensen, omdat, natuurlijk hard, omdat veelal de mensen ook niet wisten wat het verschil is. Ja, natuurlijk gaat het om beide groepen kinderen, maar er wordt toch nog een onderscheid gemaakt. Want wij als ambtenaren hebben doorverdiend. Ja, als je nou hebt gewerkt of niet, je hebt je salaris ontvangen. Ja. Maar die andere groep niet. Ja, veelal hebben die mensen niet ontvangen, zijn werklozen of je verdient zodanig weinig dat je denkt van oké, hiermee kom ik echt niet uit. Ja. En u heeft het ook eerder aangegeven dat het ministerie psychosociale hulp aanbiedt. Wat houdt dat in? Oké, psychosociaal hulpverlening, het lijkt een moeilijk woord, maar het komt erop neer dat vanwege de maatregelen
er natuurlijk een verhoogde stress is gaan ontstaan. Er kunnen depressies ontstaan. Mensen raken agressief. Kinderen zijn veel al thuis en kinderen willen kinderen zijn. Ja. En hoe vaak ga je willen gillen? En dan ga je willen ageren, je gaat willen slaan. En sommige dingen waren er al. Maar omdat je uit huis ging als werkende en de kinderen gingen naar school, kwam je in aanraking met andere mensen. Dus dan merkte je het niet 1, 2, 3. Maar nu je bijna eenmaal 24 uur met elkaar onder één dak moet blijven, dan kun je al voorstellen wat er gebeurt. Dus we hebben samen met het ministerie van Volksgezondheid, de Vereniging van Sociaal Werkers en natuurlijk de UNICEF zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken van wat kunnen we nu extra gelijk bieden aan de mensen, zodat ze dan ook weer kunnen omgaan met de situatie. Mm-hmm. En dan hebben we dus een traject gestart, eigenlijk in een versneld tempo, omdat we het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk al hebben. Yeah. En we waren bezig te piloten om ook naar elkaar toe te groeien. Maar vanwege COVID, gelukkig weer, is dat in een versneld tempo geraakt, waardoor die hulp te bieden aan de gezinnen, aan individuen, ook sneller op gang is gekomen. En we testen dat ook natuurlijk allemaal uit, hoe dat verloopt. Maar is er echt een respons geweest? Had men die hulp Nodig? In het begin was men nog even van, oké, ik moet bellen naar 1, 2, 3. Gaan ze wel opnemen? Komen ze wel aan het werk? Gaan ze mijn vraagstelling wel serieus aannemen? Dus dat proces zijn we al helemaal voorbij. Ja. De tweede week hebben we gemerkt dat er een verhoogde vraag was naar eigenlijk, wanneer krijg ik geld? Waar moet ik naartoe? Maar wat is de huissituatie? We merken, maar dat is een heel normaal gegeven, dat als je geen geld hebt, dat materiële, dan wordt het immateriële eigenlijk daar gelaten. Het is niet zo belangrijk. Ja. Ik moet nu kunnen eten en drinken en mijn vaste lasten betalen. En dan kunnen we kijken, als ik je in elkaar heb geslagen, hoe we daarmee omgaan. Precies. Je zou wel beter worden. Okay. En wij zeggen nee als sociale zaken, volksgezondheid, de UNICEF en maatschappelijk werkers vooral, die gaan hand in hand. Ja. Dus, en het besef begint nu wel verder door te groeien. Precies. En natuurlijk ook het belief dat wanneer ik een verzoek doe, of een melding doe, dat er serieuzer naar wordt gekeken. Ja, ja. En het loopt natuurlijk landelijk. En ik denk dat vele mensen blij zijn, want je weet, huiselijk geweld bestaat eraan. Maar klopt. Men was bang dat dat zou toenemen. En nu zijn er toch instanties die, dus de geweldplegers die zijn gewaarschuwd. Zijn gewaarschuwd, ja. Absoluut. Ja. Wat er natuurlijk ook wel is, volgende week gaan wij ook een distributiestart maken van producten die we zullen aanschaffen om jezelf te beschermen en natuurlijk reinigen. Okay. Dus reiniging en ontsmettingsspulletjes voor alle kindertehuizen. Ah. Yes, het is een samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en de UNICEF. Die heeft aangegeven, kom, jullie hebben dat idee, we willen je daarbij natuurlijk ook wel helpen. En dan gaan we natuurlijk ook meer voorlichting geven. Dus als we er naartoe gaan, geven we ook meer voorlichting over natuurlijk psychosociaal hulpverlening. En natuurlijk als je ziek bent, wat je allemaal moet gaan doen. Okay. Zodat wij ook one-on-one die informatie hebben gedeeld. Dus dat start volgende week, als het goed hebt, woensdag. Mooi. Ja. Het ministerie is echt bezig. Ja. Maar die kinderopvanginstellingen, die zijn nog gesloten. Yes. Dat betekent dat die ouders nu ook thuis zijn met hun kinderen. Ja. Dus die vraag was expliciet gesteld. Hoe moeten die ouders doen? En moeten ze nog steeds die crèches, die opvanginstellingen door blijven betalen, terwijl zij ook inkomsten derven? Ja, oké. Laat me die vraag zo beantwoorden. Heel eerlijk. Niet iedereen had het belief dat de regering ervoor zou zorgen dat we zouden inkomen. Ja. Nu heeft het vormen gekregen. De minister van Financiën heeft het aangekondigd. Ja. Tweede stap. Derde stap, we zijn begonnen met de registratie. Vierde stap, we betalen daadwerkelijk uit. Dus nu rekenen we erop dat de crèchehouders zien van, nee, mijn personeel wordt daadwerkelijk betaald. Ik heb die kopzorgen niet meer. Ja. De overheid wordt bij daad gezet. Ik hoef me daarover geen zorgen te maken. Dat van hunzelf, want zij hebben natuurlijk ook hun vaste lasten, ze hebben natuurlijk ook hun huur, ze hebben natuurlijk ook hypotheken. Ja. En die aanvragen dus informatie van de crèchehouders en peuterhouders, die informatie hebben we gedeeld met arbeid en financiën. Aha. Okay. En zij worden dan allemaal ook gescreend en zullen natuurlijk daarna een belletje krijgen als ze wel of niet in aanmerking komen en voor hoeveel zij in aanmerking komen. Dus dat betekent dat de ouders dan niet
hoeven te betalen voor de periode dat hun kind niet werd opgevangen. Ja, dus het is nu voor, de meeste mensen hebben voor juni betaald. Mm-hmm. Maar dan heb je niet een volledig bedrag betaald, hè? Dus het bedrag is een basisbedrag. Mm-hmm. En dan stel dat je bustransport hebt, voeding en drank hebt, zwemmen hebt, sport hebt, mm-hmm. Begeleiding hebt. Het zijn allemaal plus, 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 plus. Ja. Dus er wordt niet gevraagd voor plus, plus, plus. Het is een basisbedrag. Okay. En sommige van de crèches en peuterscholen zijn, hebben gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om afstandsonderwijs aan te bieden. Mm. Dus natuurlijk, ja. Dat kost ook wel geld. Absoluut. Dus dan betaal je wel daarvoor. Maar wanneer dus moet zeggen steeds, ga terug naar je crèchehouder, want u hebt met hun een deal gesloten. En dan ga je weer terug naar hun van, kijk, dit heeft plaatsgevonden de afgelopen periode. Wat gaan we nu doen om weer over te gaan? Want het streven is wel om binnenkort open te gaan. Okay. En wat gaan we afspreken voor de afgelopen periode? Dat is tussen de ouderverzorger en de crèchehoudster. Mooi. Tot slot, ja? Hoe ziet u de toekomst in? Oké, een beetje anders. Mm. Ja, een beetje anders. Dus een beetje afstand hebben van elkaar. We moeten bewuster gaan leven. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar in ons eigen, voor onze eigen veiligheid en voor ons eigen doen gaan we dat wel in acht moeten nemen. Mm. Zolang er geen vaccin of medicijn is. Ik weet, ik ben een beetje erover gaan lezen, en voor virussen is het meestal moeilijk om een medicijn te hebben. Mm. Je hebt bijvoorbeeld wel een remmer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je hebt een griep. Dan zegt men dan, ja, ga nog vol vitamine C, ik drink een kapolletje en het is dan wel over. Ja, ja dan, maar je wordt toch weer ziek. Absoluut. Ja, dus je hebt HIV ook. Ja. En je hebt remmers, dat het geen AIDS wordt. Dus mm-hmm. we hopen zo soon as possible dat er ook iets is voor, want het is een nieuw leven, influenza gaat blijven. Ja. Dat soort zaken blijven allemaal. Dus COVID, het coronavirus gaat er sowieso blijven. Maar hoe gaan we ermee om? Yes. Ja. Nou. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En ik neem aan dat ik kan echt beamen dat je bruikbare informatie hebt verschaft vandaag aan de kijkers. Alsjeblieft. We zeggen het tegen elkaar, be safe. Be safe, yes. En stembewust, 25 mei. Dat vergeten we niet, hè? Nee. Ja, want COVID of geen COVID, we moeten naar onze burgerplicht gaan. Sowieso maandag. Okay. Bijna kom ik in de verleiding te zeggen op wie ga je stemmen. Nee, daarom zeg ik stembewust. En het is geheim. Hè? Het is geheim, vrij en geheim. Ja. Dankjewel. Yes, graag gedaan. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. We hadden als gast Angela Salmo, zij is directeur sociale zaken. En u heeft het gehoord, het ministerie is echt bezig. En er was disbelief, gaat het echt gebeuren? Nou, u ziet dat het gebeurt. Dus ga niet in drommen, maar volg de instructies op. Want we moeten toch dwars door alles heen gezond blijven. Dus was ook uw handen regelmatig en houd de sociale afstand. En dan zijn wij hier van ATV heel blij met u. Nou, tot volgende week met een andere aflevering van ATV COVID-19 Update. En natuurlijk, hè, maandag is er geen aflevering, want dan gaan we met z'n allen stemmen. Stembewust.